Ik had natuurlijk vorig seizoen best wel een goed seizoen gehad. Ik ben wel vooruit gegaan. En dan is het altijd maar de vraag of je die lijn door kan trekken. Of je op hetzelfde niveau blijft. Of dat het je top wel blijkt te zijn. Dat is natuurlijk altijd afwachten. Dat is heel positief, heeft het uitgepakt. Tot nu toe mijn beste seizoen ooit gedraaid. Ja, dat had ik van tevoren niet durven dromen dat ik hierop uit zou komen. Qua toernooien uiteindelijk wat ik nu heb gereden, ja, dat reed ik vorig jaar ook. Behalve de weken afstanden dan. Dus wat dat betreft, dat was allemaal niet nieuw. Maar als je naar het niveau kijkt en de tijden die ik rijd, is dat wel heel erg omhoog gegaan. Ja, dat was wel nieuw, want ik had nog nooit met... ik had de Jong Oranje met mannen getraind, maar dat was een allround programma en dat sloeg bij mij niet zo goed aan. Dus ik had nog nooit met mannen getraind. Echt gericht op sprint, dus dat was wel nieuw. Ik denk dat uiteindelijk wel veel gebracht heeft. Ik ben wel veel geblesseerd geweest. Ja, achteraf gezien denk ik dat ik in Jong Oranje gewoon eigenlijk te veel heb gedaan. Maar ja, op dat moment weet je natuurlijk ook nog niet precies wat bij jouw lichaam past. Dat was ook wel echt mijn grootste doel dit seizoen ook om fit te blijven. Om gewoon echt blessurevrij een seizoen te kunnen draaien, want dan kan je ook wel echt stappen maken. Een heel mooi moment dat ik voor het eerst 37 reed en dan in Tialf met zoveel mensen. Dat is wel een droom die dan uitkomt. Op een gegeven moment komt die grens een beetje in zicht. En dan is het heel mooi dat je dat op zo'n moment kan doorbreken. Of ik merk om me heen dat mensen vaker dat een beetje normaal vinden dat ik maar alles rijd en ook wel redelijk goed presteer. Maar dat is voor mij eigenlijk ook helemaal nog niet zo lang dat dat vanzelfsprekend is.